Willem, welkom bij De Innerlijke Ondernemer. En, vandaag gaan we het hebben over Nieuw Financial Forum, jouw initiatief. En gaan we door middel van een drietal vragen die ik jou stel, de innerlijke ondernemer naar boven halen. En ik heb er zin in. En mijn eerste vraag is eigenlijk altijd, waarom doe je dit? Waarom doe je wat je doet? Dus waarom ben je Nieuw Financial Forum begonnen? Ten eerste, en dat is een hele belangrijke reden voor mij, is omdat ik er zelf heel gelukkig en blij van word. Mm-hmm. Maar dat is een reden waarom ik dat vind. Mm-hmm. Ik geloof in een betere samenleving. Ik geloof ook dat we daar allemaal ons eigen steentje aan bij kunnen dragen. En ik geloof ook dat we juist die andere samenleving kunnen bereiken vanuit een krachtige sector, zoals de financiële sector dat is. Die heeft de macht, de middelen en de menskracht ook om dingen in verandering te brengen. Mm-hmm. Waarom? Die financiële sector is eigenlijk de bloedsomloop van de samenleving. Die bloedsomloop van de samenleving is redelijk vervuild geraakt door de bankencrisis, de financiële crisis, de economische crisis. En we hebben met z'n allen weer de taak om die bloedsomloop weer zuiver te maken. Ja. Als we die met z'n allen weer zuiver gaan maken, floreert de samenleving weer en hebben we allemaal een betere economie, een betere samenleving. En is meer op welzijn gebaseerd dan op welvaart. Hmm. Wat je vaak ziet is dat mensen heel erg bezig zijn met hun eigen schoorsteentje te poetsen, hun eigen huisje schoon te maken. Dan zie je dat het hart wordt opgepoetst, maar dat de rest niet deugt. Dat de longen prima zijn, maar dat het hart niet deugt. Maar we moeten het met z'n allen doen. En dat is waarom ik het forum ben opgericht. Als we de krachten gaan bundelen en die bloedsomloop zuiverder gaan maken en zorgen dat alles weer gezond is, dan kan het pas gaan floreren. Dan hebben we elkaar bij nodig. Ja. Want als je alleen maar een schoon hart hebt en niet zorgt voor de hersenen, dan ben je alsnog dood. Ja. En het forum is een plek waar allerlei verschillende partijen kunnen aansluiten die ook op deze manier kijken. Dat is het idee erachter. Iedereen die denkt of vindt dat hij een bijdrage wil en kan leveren bij een gezonde en gerespecteerde financiële wereld, is welkom. Ja, daar staat hem. Ja. Ja. En als tweede vind ik het altijd mooi om de identiteit van een organisatie, of in dit geval een forum, naar boven te halen. Alsof het een mens is. Ja. Om daar ook meer een gevoel bij te krijgen van wat is dat dan voor club. Ja. En zou je Nieuw Financial Forum kunnen beschrijven in drie eigenschappen? Ja, ik zou het eerst zien als een enorm groot, warm kloppend hart. Waarom? Ten eerste is dat, denk ik, de diepere verbinding die we allemaal met elkaar hebben. Lang voordat wij met ons hoofd dingen beslissen, weet ons hart al wat we moeten doen. Mm. Dus als we meer naar ons hart luisteren, dan is die bloedsomloop wordt ook beter daarvan. Dus het hart is een groot kenmerk. Ten tweede vind ik het ongelooflijk belangrijk, dat zeg ik ook altijd, verantwoordelijkheid nemen. Neem 100% verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Ja. Voor alles en iedereen in je eigen leven. Is dat een millimeter in je ogen, in je eigen optiek? Neem daar verantwoordelijkheid voor. Mm-hmm. Is dat een centimeter, is dat een meter, is dat een kilometer? Neem er verantwoordelijkheid voor. Zo kunnen we alleen dingen veranderen. En de derde is trots. Wees overtuigd van het belang van je vak wat je aan het uitoefenen bent. En als je daarvan overtuigd bent en weet dat je het verschil kan maken voor mensen, voor klanten, voor medewerkers, voor de samenleving als geheel, wees daar dan ook trots op. Dan mag je ook weer je trots terugkrijgen. En dat is een beetje de doelstelling ook van het forum. En dat zijn ook de eigenschappen. Ja, ja. Mooi. En hoe doet het Nieuw Financial Forum dat? Dat is de derde vraag altijd. Dus hoe werkt dat dan? Ja, er zijn op dit moment een paar opties voor. Mensen... In drie woorden trouwens ook graag even. In drie woorden? Ja. Oké, dat doen we met een forum. Dat is een portal. Mm-hmm. Daar kun je bloggen. Mm-hmm. Dan kun je elkaar kennis delen, et cetera. Kennis delen. Ja. Ten tweede doe je dat met inspiratie. Dat is het New Financial Magazine bijvoorbeeld. Ja. Dat is een inspiratiemagazine. En ten derde doen we dat met bijeenkomsten. Ja. Dus fysieke bijeenkomsten waar je elkaar ontmoet en waar je kennis kan delen en inspiratie kan opdoen. Ja, oké, dat is mooi. Dus kennis delen, inspiratie geven en ook ontmoeten. Ja, maar en ontmoeten. Ja, mooi. Ja. Nou, ik krijg er wel een heel warm gevoel van. Dus ik zou zeggen, volgens mij moet iedereen aansluiten die zich hiertoe aangesproken voelt. Ja. En super gaaf. Ja. Ja, dankjewel Willem. Graag gedaan. Ik heb er ook zin in.